Welkom bij Glasopwinkel. Vandaag ga ik meer vertellen over de platpolie geslepen spiegel. Wanneer je bij ons een spiegel op maat laat maken, wordt het spiegelglas perfect op de gewenste afmeting gesneden. Al onze spiegels leveren we standaard ongeslepen. Maar ongeslepen spiegelglas heeft, net als gewoon enkel glas en ook dubbelglas, altijd oneffen randen die nog best scherp kunnen zijn. Wil je dan jouw spiegel direct op de muur plakken of wil je zeker van zijn dat je je spiegel veilig kan optillen, dan is het zeker aan te raden om er eens over na te denken om te kiezen voor een spiegel met platpolie geslepen randen. In deze video zal ik je wat meer vertellen over het verschil tussen het platpolie slijpen en de ongeslepen spiegel en waarom het een goed idee is om daarvoor te kiezen. Verder leggen we uit waar je op moet letten bij het bestellen van een platpolig geslepen spiegel. Nou, bij een platpolig geslepen spiegel zijn de randen van het glas glad geslepen, zodat ze niet meer scherp aanvoelen. Dit wordt gedaan door een zogeheten verstekrandje van slechts enkele millimeters rondom het spiegelglas te slijpen. Deze techniek noemen we dus polyslijpen of PP-slijpen. Het is ook niet zo verwonderlijk dat deze techniek een van de meest gebruikte randafwerkingen is op het gebied van spiegels en glas. Want ook bij gewoon glas wordt dit heel vaak toegepast. Denk hier bijvoorbeeld aan een glazen douchewand of een glazen salontafel. Daarvoor moet de rand altijd niet scherp zijn, strak afgewerkt, dus platpolig geslepen. Een van de grote voordelen is dat het dus niet meer scherp is, zoals bij een ongeslepen spiegel. Dus handschoenen heb je niet nodig. Ook bij het monteren of demonteren hoeft dat niet. Je kan de spiegel goed aanpakken. Ook even in het kader van de veiligheid. Je snijden aan een scherpe rand kan eigenlijk dan niet meer gebeuren. De randen van een PP-geslepen spiegel zijn dus niet alleen veiliger. Het ziet er ook veel netter uit. Alle soorten spiegels kunnen wij platpolie slijpen. Dat gaat van de veiligheidsspiegel tot de gekleurde spiegel. Bij al deze spiegels is dit mogelijk. Het is bovendien zo dat onze ronde spiegels standaard altijd met platpolie geslepen rand worden geleverd. De montage van een dergelijk geslepen spiegel kan op een aantal manieren. Je kan de montageprofielen gebruiken. Dat is voor spiegels tot een dikte van 6 mm. Deze profielen zijn demontabel, dus je kan de spiegel altijd nog verplaatsen of ergens anders neerhangen. Dan een spiegelmontageset kan je er ook voor gebruiken. Is ook ideaal als je je spiegel wilt verplaatsen. Ook als je de spiegelverwarming achter wil monteren, dan kan dit goed gebruikt worden. Of je gebruikt een spiegelkit, bijvoorbeeld de Zwaluw Mirrorfix spiegelkit. Dit is een kit die de zilverlaag achter de spiegel niet aantast en is geschikt voor de montage eigenlijk voor alle spiegels. Je kan de kit bovendien toepassen op verschillende ondergronden, mits het stofvrij is, vetvrij, schoon en de muur egaal is. Hou er wel rekening mee dat de spiegelkit een permanente bevestiging is. Dus je krijgt de spiegel, als die eenmaal hangt, niet meer van de muur. Hetzelfde geldt eigenlijk als je het gebruikt of het gebruik maakt van de spiegeltape, ook dan is het een permanente bevestiging. Samenvattend, een platpolig geslepen spiegelrand is veiliger en mooier. Dus bestel je een spiegel, dan weet je wat je te doen staat. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te liken, te delen en je te abonneren op ons kanaal voor meer tips, informatie over onze glasproducten. Tot de volgende keer!